Welkom bij Tonny's Vinyletip. We hebben het immer over oude muziek, over oude platen. Maar ik wou dit keer eens, ik heb hem al eens aangewezen, wie hierachter in de winding. Ik wil het eens over een nieuwe plaat hebben. Seed, die brengen namelijk nieuwe muziek op platen uit. En die heb ik nu 2 keer live gezien. Ik moet je 1 ding verklappen. Als ze ooit de kans kreeg om Seed live te zien, gaan de her de wedstrijd wat ze metmaakt. Die hebben zoveel spas op de bühne. Er zitten blazers. Die hebben reggae, ska, funk, hardrock. Ze brengen gewoon alles. Ze hebben hier zelfs de laatste woorden. Hebben ze de Cherry O van wat UB40 ook gemaakt. Maar ze hebben de originele versie van Gans Vreuger van Oud. Ik weet niet meer waar de originele woon. Maar nogmaals. Die Peter Fox, kent je Peter Fox? Van House am See. Daar is hij van. Daar is van Seed. En die heeft namelijk dat solo-project gemaakt. Daarna heeft er houden ze van, ik heb zoveel ervolg. Het waren allemaal niks. En nu is er met Seed en ze gaan de ganse wereld over. Ik laat u nog 1 ding horen. Vul ik over dan, waar mijn gasten steeds weer, we geven over de deur. Kijk. Hey, is dat reggae of is dat geen reggae? Rijk man, dit is echt, ik zal je zeggen, een tent van 6.000 man, een festivalterrein van 60.000 man, helemaal op zijn kop. Eén tip, vergeet het nooit meer. Seed, een Dutchje band, gang treer, gang kijken, er zult zich geen minuut verbellen en dansen best dat ze erbij neer wilt. Mijn volgende gast is er. Ah, ik ken het niet, ik wil het niet, ik wil niet naar blijven luisteren, maar ik moet de gitte verder bel. Ding dong! Mijn volgende gast is binnen, Robert Sonnemans! Yeah. Robert, welkom! Hallo. Robert, hebben ze een stapel platen bij je? Wat hebben ze biedig, man? We hebben maar... Luister maar eens. Queen! Voor iedereen bekend, toch? Kijk, Queen, ik heb alles van Queen metgenomen. Alle studio albums. Alle studio albums alles, van Queen? Alles. Wie komt ze nou aan, man? Ja, dat heb ik gekregen van mijn vriend, van mijn verjaardag. Wie? Ik heb hier de kamer. Zit die weer op die... ik denk dat monster er bij bewaren. Maar zijn die opnieuw uitgebracht allemaal? Alles opnieuw uitgebracht. Wie nee? Afgelopen jaar. Geweldig. Ongelooflijk. Wat heb je met Queen? Queen. Van vreugde, van mijn vader natuurlijk. Houdt hij platen? Nee, helaas geen platen. Ja, toen kwam de CD kwam er in de jaren 90. Helaas. Is ik vergeef, want die is verdienlijk. Ik hoor er nu weer in. Ja. Maar dat had ik, als jong man boeide ik dit al. Ja. Wat wordt de stem, de muziek? De muziek, de stem, de variatie. Ja, eigenlijk van alles geprobeerd. Van dance tot het begin. Hoe is er? Het begin begon ze met hardrock en metal. Hardrock, ja? Dit ook. Dat is ook al vrij heftig voor de tijd. Of ja, voor de tijd, voor Queen. Mm-hmm. Maar terwijl wel, eigenlijk wel de betere werkers van hem. Ja goed, ik ken me Queen van Live Aid herinneren. Daar hebben ze echt de voren afgeschoten. Dat was echt, maar ja, dat weet ik ook. Dat de geluidsman van Queen zo slim was om de volumeknopjes gaat horen te zetten. Die andere bands moesten zich door. Maar goed, dat is een ander verhaal. En de leuke van deze boxes, ze hebben allemaal een ander kleurtje. Kijk! Alle AP's hebben een andere kleur. Allemaal een andere kleur. Oh ja, maar nu heb ze wit. Dat is nog één. Ja. Dat is nog één kleur liggen. Ik heb er nog een kleur liggen. Ik zet hem zelf even op. Hij is dit shocky. Laat hem zelf maar kloppen. Hey, dat ken ik. Dat is Freddy met Lieve Bowie. Wie had het nummer? Under Pressure. Under Pressure. Pressure! Waarom hebben ze dit opgenomen? Nou ja, Bowie is laatste verleden helaas. Ja. Dit is ook een laatste album van Queen. Hier heb ik ook een laatste album van David Bowie. Black Star, ja. Ik denk dat mogen we net ontbreken in de collectie. Maar David Howe op dit album wist dat er dood ging. Ja. Freddy wist het ook? Freddy wist het ook.
Hij wordt toen al doodziek, alleen twee dagen voordat het bekend werd dat hij AIDS uitstofte. En dit album heeft er ook gezegd van ja, ik neem een album op, ik ben maar doodkank. Ik schrijf de nummers maar, ik zing wel. En dat is dit nummer, of ja, dit album moet je komen. Dus iedereen wist dat er ging sterven, alleen ja. De rest van de wereld wist het niet. En toch een mooi blauw gemaakt. Oogwerken gekleurd. Stonden hier ook nog nummers op die verwezen? Nee, niet verder. Specifiek. Nee. Je hebt er gewoon een Queen album ja. gemaakt. En dus bij Lazarus is het wel, dus het er wel dat er, God, dat er ziek is. Maar ja, bij deze helaas niet. Nou ja, helaas. Ik bedoel, ja. We hebben toch een geweldige avond. Want, dit zijn studioalbums, maar dat was ook live albums. Ja, live albums. Heb ze alle albums van Queen? Dit zijn alle albums. Dit zijn alle albums? Ja. Wat is dit dan? Dit zijn de live albums. Ja, maar die hebben ze ook allemaal. Ja, en dan hebben ze nog solo. Oude kerel. Een echte Queen fan. Maar, je hebt nog een voorkeur. Ja, ik heb nog een passie. Dat is de elektronische muziek. We gaan van de noemens even naar Looster. Anne? dit is gans gedang is, ja. Dit is jouw gedang is, ja. Dit is de elektronische muziek. Ja. Ja, Kraftwerk. Die Kraftwerk begonnen natuurlijk. Ja, geweldig. En dan zou ik nog vinyl DJ'en. Doe. Ja. Ja. CD-spelers is niks voor mij. Nee. Dan je leven met platen. Platen. Dus dan gaan we een paar keer per jaar een vinyl only party organiseren. Oh, leuk. Dus dan komen DJ's die komen dan draaien. Hun favoriete platen en... Oh, te gek. Ja. Eén avond, ja. Chic. En dan gaan we mixen. Dit is ook een geweldige mix. Donna Summer, dat ken ik wel. Ja, super. Dat wordt nog steeds gedraaid trouwens. Ja, echt te gek, man. Hey, te gek. Ja, kijkers, ja, de heurs het weer. Blijf maar komen allemaal. Of het de Queen is, of dance, of weet ik niet. Heb je een verhaal bij een plaat, een mail? Even naar dit adres. Kom in de uitzending, vertel ik vooral, neem de plaat met. En dan heb je een podium, zo weer Robert en de Mitsie de Queen. Je kent het delen met de ganzen wel. Heerlijk bedankt, Robert. Tot bedankt. Chic dat ze er was. En even kijken, wie lang doet die? 15 minuten. 15 minuten, ja, dat loopt ervoor. Zijn er geen weer helder, hè? Ja, zijn we geteld. Het klinkt goed. Chique mix.